Hij loopt gewoon over allerlei mensen heen. Wat doet deze man? Yo! Welkom weer hier zo bij... Oh, kut, mijn camera staat te laag. Waarom ben ik zo'n debiel? Hey, kijkers van mijn kanaal. Welkom weer terug hier zo bij een nieuwe video. En welkom dus weer terug bij een nieuwe video. Ja, in ieder geval welkom dus terug hier zo. Ik zat laatst op het internet en ik kwam echt ontzettend rare dingen tegen. Ik zit trouwens elke dag op het internet en ik kom altijd rare dingen tegen. Maar deze dingen, die sprongen er echt enorm uit. We kennen het allemaal wel natuurlijk. We zijn wel eens bang voor iets. Zo ben ik echt ontzettend bang voor haaien en voor vissen. Ik ben echt gewoon doodsbang. Als ik een vis zie, dan leef ik gewoon echt niet meer. Dan ben ik gewoon... dat. Maar in ieder geval, ik heb dus ook een filmpje gezien van mensen die bang zijn voor echt de raarste dingen. Echt, het is niet normaal. En ik lachte me echt dood toen ik het zag. Ik dacht echt van, what the fuck? Maar ik dacht, oké, dit is maar één iemand op de hele wereld die hier bang voor is. Maar er zijn dus gewoon veel meer mensen bang voor... de normaalste dingen ter wereld. Doe natuurlijk een vaste blauw duimpje omhoog op deze nieuwe video. Laten wij gaan voor de 25.000 miljoen likes. Ik wilde eigenlijk zeggen 20.000, dus 20.000 likes. En ik zal het jullie gaan laten zien, want het is echt, echt lachwekkend gewoon. Voordat we beginnen, ik kan Mel ook bang maken. Let op. Het was de bedoeling dit te pakken. En niet dat. Mel! Kom eens. Kom even, Mel. Kom eens. Hoi! Oké, dus dit is het filmpje. Dit is een van de mensen die dus echt enorm bang is. Nou ja, niet deze man, maar je gaat er straks zien. Deze vrouw. Oké, let op. Oké, ze legt dus uit dat ze heel erg bang is voor katoen. Oftewel, katoen, dat zit in je kleding, dat is letterlijk van alles. Dat komt overal. En ze gaan dus in deze video testen hoe zij reageert als ze katoen ziet. Oké, you know you've got to confront your phobia now. Daar gaat het. Kijk hoe bang ze is. Gewoon voor katoen, hè. Let op. Ja, kijk. What the fuck? Omdat ze katoen... Ze is gewoon... Nee, ze is niet bang voor spinnen of wat dan ook. Nee, ze is bang voor katoen. Ze trept hem helemaal. What the fuck? Hoe kan je in godsnaam zo bang zijn voor iets wat gewoon echt extreem normaal is? Echt gewoon extreem normaal. Er is niks engs aan katoen, maar zij is er gewoon echt enorm bang voor. Oké, de volgende. Iets mindere beeldkwaliteit. Een volwassen vrouw die gewoon keihard aan het janken is omdat ze bang is voor ballonnen. Voor ballonnen. Wat voor een kutleven heb je dan als je op feestjes of zo was? Hoe kan dit? Ik wist echt niet dat dit soort mensen bestonden. Stay with me, that's it. Okay. Okay, we're gonna come on out. Okay, come here. Oké, weer iemand. Deze man is bang voor perzikken. Kijk ook hoe zenuwachtig hij is omdat hij weet dat hij perzikken gaat zien. Hoe kan je zo bang zijn voor iets? Kijk hoe rennen. Hij loopt gewoon over allerlei mensen heen. Wat doet deze man? Kijk hoe bang die is. Oké, deze vrouw is bang voor mosterd. Wat? Take it off the screen, please. Ik snap niet. Oké, ik snap heel veel dingen in dit leven waarin we leven. Maar hoe kan je zo bang zijn voor iets als mosterd? Voor iets als katoen? Als. Hè? Kijk wat ze doet! Kijk, ze gaat gewoon met stoelen gooien voor mosterd. Maar hoe kan je ook bang worden van zoiets? Ik bedoel, is er dan iets in je jeugd gebeurd waardoor je ineens bang wordt van... Wow, mosterd, of... Even serieus, we hebben hier mosterd. Hoe kan je bang zijn voor spul zoals dit? Hoe kan je hier bang voor zijn? Wat is hiermee? Kijk, ik snap dat het sterk spul is. Dat het scherp is. Maar het doet je niks. Probeer je eventjes te bedenken wat hier eng aan is.
Ja, dus jij hebt denk ik wel weer je dagelijkse portie rare dingen gehad voor vandaag. In ieder geval, je hebt iets heel raars gezien. Tenminste, misschien wist je al dat dit bestond, maar... Ik snap niet dat je bang kan zijn voor zulke... kleine dingetjes. Kijk, haaien, daar ben ik heel erg bang voor. En vissen, dat snap ik. Of misschien snappen jullie dat niet. Maar ook spinnen. Kijk, daar ben ik dan niet bang voor. Maar misschien jullie wel. Maar hoe kan je bang zijn voor mosterdkartoen of wat... wat anders? Ik vind het heel raar. Ik weet echt niet wat er met die mensen aan de hand is. In ieder geval, ik hoop dat je deze video leuk vond. Dat was dus weer de video voor vandaag. Doe nog even een blauw duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan had. Jongens, ik bedank je voor het kijken naar deze video. Doe nog even een blauw duimpje omhoog. En dan zeg ik later. Gekke mensen. Dat we een nieuwe achtertuin hebben. Eigenlijk een deur op een